Toen ik bij Dolomina kwam, was het eerste wat ik deed een pamflet maken over stereotype speelgoed. Omdat wij in die tijd dus echt werden opgevoed als meisjes. En die verontwaardiging zat er heel sterk in, want iedereen vond dat normaal, dat meisjes met poppen speelden. En ja, de nieuwe man, de nieuwe vader die met zijn kinderen in de bakfiets rondgaat, dat bestond toen nog niet. En zelf wilde ik bijvoorbeeld heel graag een trein. En ik kreeg geen trein, want ik was een meisje. Ik kreeg een pop. Het resultaat was dat die pop zijn kop eraf trok, de armen eraf trok, de benen en tegen de muur gooide. Heel typerend voor die tijd was ook wel de reactie van de politie op dat pamflet. Want daar stond dus dat stereotype rollenpatroon op. En daar stond ook een embryo opgetekend met de pop van later moet je moeder worden als meisje. Maar ik had daar in de plaats van mijn eigen naam opgezet, Dolomina en mijn adres opgezet. En ik heb daar een correctionele rechtbankproces aan overgehouden. Omdat men dus zei van ja, je probeert uw identiteit te verhullen. Maar dat was natuurlijk niet het geval, want de politie kwam aan mijn deur bellen en zeiden ze, kent jij dit pamflet? Ik zei, natuurlijk heb ik het zelf getekend, dus wat verhuild.